Daar is hij. Druk aan het spelen. Hij is dus een wilde bui. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Hallo. Daar is hij. Onze grote vriend Sammy. Ja, en hij doet het supergoed. Hij doet het goed. Hij doet het wel goed. Hij is lekker rustig geweest vannacht. Gisteravond zijn we aangekomen met onze aanhanger en onze lieve kat. En we hebben het hier in onze slaapkamer gehouden. Ik heb echt niet gehoord gewoon. Nee. Hij is heel rustig geweest vannacht. Toen we wakker waren, zocht ik hem. Ja, half 7 of zo. Toen zat hij hier rustig. Ja. Ja. Lekker gegeten. En het was een hele reis. Voor jullie is er niks veranderd. De vorige week zagen jullie natuurlijk de laatste vlog dat we weg zouden. Ondertussen hebben wij alweer meer dan 2.500 kilometer gereden. Heen en weer in Nederland. De welbekende route. En aanhanger weer volgeladen. Ja. Kat op de achterbank. En heel veel spullen mee. En nu is ons gezinnetje compleet hier in Zweden. Ja. Gaat even tijd kosten om alles op zijn plek te krijgen en om de poes te wennen. Want je kan zo'n kat natuurlijk gewoon in de kamer stoppen en je ding gaan doen. Maar Sammy is best wel aanhankelijk en die wordt gauw gestrest als er niemand bij hem is. In ieder geval vinden wij ook gewoon niet leuk. Nee. Daar komt het op neer. En in ons huis is het een beetje een probleem met het hele huis dat wij alleen maar een voordeur hebben. Ja. En dat je echt gewoon op moet letten dat hij niet naar buiten springt. Nee, precies. Dus als we nu loslaat in het huis, dan kan hij gewoon bij elke deur achter de voordeur zitten. Dus dat willen we niet. Dus het gaat een beetje beperkt zijn met wat we samen kunnen doen. Het is vooral één past op de kat eventjes de eerste dagen en een ander kan wat doen. Ja. En dat zal steeds minder worden, want hij heeft deze kamer al verkend. Vanmorgen hebben we de bovenverdieping al een beetje verkend. Stukken ton voor de deur om zijn wereld wat kleiner, of voor de trap bedoel ik, om zijn wereld wat kleiner te maken. En die drie kamers heeft hij al verkend. En hij zit al inmiddels heerlijk rustig te eten. Om Sammy hier te krijgen, dan moet je wel een aantal dingen regelen. Het valt best wel mee. Ja. En we zijn nog niet klaar met het regelen, dus er komen nog wel meer dingen. Want het eerst belangrijkste is een dierenpaspoort dat je natuurlijk moet hebben voor je dier. Ja. Die hebben we bij onze huisarts, of dierenarts moet ik zeggen, in Nederland geregeld. Daar moet hij een hoop afstempelen. Hij moet prikken hebben voor rabies. Moet hij sowieso 3 weken van tevoren hebben. Mm-hmm. En een ontworming. Ja. Voor een bepaalde wormen. Dat weet de dierenarts precies. En dat stempelt hij allemaal af in zijn paspoort. Er wordt gesield. En dat is zijn bewijs. Dan moet je hem ook aanmelden bij de douane. Dat is in principe niet heel moeilijk. Dat kan je gewoon op internet doen. Dan kan je gewoon volgens mij nog op de dag van tevoren doen. Ja, zelfs als je er bent. Als... Ja. Krijg je een nummer en die moet je kunnen laten zien. Maar in principe heb je niks aan te geven. Dus je kan zo doorrijden. En wij zijn ook niet aangehouden. Dus dat is fijn. En wat moeten we nog meer? Ja, we willen een dierenverzekering. Want in Zweden is dat wel vrij gebruikelijk. Een verzekering voor je huisdier. Ja. Dus daar moet hij even voor naar de dierenarts. En we hebben al een dierenarts gevonden. En daar gaan ze even een health check doen. Ja, een gezondheidscheck. En ja. dan wordt het aan de verzekering doorgegeven. Ja. Gewoon hele simpele dingen van hoe zien ze oogjes, oortjes en dat soort dingen. Ja, dat is een vereiste van de verzekering. Sommige verzekeringen doen dat. Maar dat is de dierenarts die onze buren ook hadden voor hun kat. Ja. Dat is... Een half uur hier vandaan, dus daar moeten we een afspraak voor maken. Eerst de verzekering even regelen, dat is best wel belangrijk. En dan moet hij daar even naar langs voordat de verzekering ingaat, denk ik. Ja. Ik denk dat het is. Ja. En jullie vragen je vast ook al hoe de reis is gegaan met Sammy. Want we hebben ook een soort van kalmeringstabletje aan hem gegeven. Ja. Vanuit de dierenarts. Precies. Een halve capsule of zo. Ja. En de vraag is natuurlijk, wat heeft dat gedaan? Maar hij was het eerste uur... was hij best wel onrustig in de auto. Ja. En daarna heeft hij af en toe eens dat hij begon te janken. Maar voor de rest vond ik hem echt heel kalm. Viel echt wel mee, ja. Ja. Als hij dan wat hoorde of je stopte met de auto, dan was hij weer even aan het janken en zo. Omdat hij er weer misschien aan herinnerd werd dat hij in de auto zat. Ja. Of zo. Maar hij heeft echt wel heel veel geslapen, of in ieder geval gelegen. Ja. Sammy, hadden wij in deze grote reismand, dit is, volgens mij koop je hem als hondenreismand. Het is gewoon een stoffen ding die je uitklapt. En daar heeft hij heel veel ruimte in, een klein kattenbakje erin en zijn eten, zijn drinken stond erin, dus daar heeft hij heel veel ruimte in gehad. En het viel erg mee dus, hij is druk aan het ontdekken. En hier zit dus een raam en die hebben wij altijd open, we willen hier nog even een beetje mee wachten, maar hij heeft het al door zo te zien. Bij ons in Nederland weet hij ook nog goed wat een rolgordijn is. Ja, maar anders wordt hij vervelend s'nachts, dan wil hij alleen maar bij het raam. Ja, dan wil hij bij het raam zitten. En hier zit een hor voor, dus dan moeten we even kijken hoe het gaat. Maar hij is druk aan het ontdekken. Het is ook wel heel grappig om te zien hoe zo'n beest dat het huis heen sluit. Soms helemaal zo met zijn nek. Zo. Ja. En de rest van de week in Nederland, ja, dat was natuurlijk goed. Familie en vrienden weer gezien. Maar vooral ook druk, hè. Inpakken. We hebben het aanhanger natuurlijk weer helemaal vol. Dat ga ik jullie zo meteen laten zien. En de dakkoffer vol. Dus, en we hebben dus ook echt eigenlijk zo goed als alles meegenomen. Ja. Twee
plunjebaden van jou na. Ja, twee hele grote zakken met oude kleding nog. Dat van het oude werk daar, dat is niet meegekomen. En één schilderij niet, omdat het wel gewoon te kwetsbaar was. Maar voor de rest is alles in aanraking gekomen. Ja. Echt een super grote puzzel. En we hebben ook echt mega veel geluk gehad. Want we hebben gewoon helemaal geen regen gehad. Nee. Precies de 2 dagen dat wij dus ingepakt en vertrokken zijn. Want daarvoor en daarna was er heel veel regen. Ja, precies. En morgen gaat volgens mij ook weer regenen hier. Kunnen we hier eens nog mooi uitpakken? Ja. Ik heb hem al wel onder de carport gezet. Maar dan gaan we zo even laten zien. Ja. Met het grote stuk karton voor de trap. Ja, dan lijkt het gewoon alsof het allemaal wat kleiner is. Anders heeft hij wel heel veel te verwerken in één keer. En hij... Hij heeft dit allemaal al goed bekeken. De ramen, dat vindt hij het leukst. Dan kan hij naar buiten kijken. We zagen de buurkat ook al lopen, dus dat zijn we ook heel benieuwd naar hoe dat gaat. Hey, jongen. Sammy is onze kater van 4 jaar oud. Vrij grote kater, volgens mij is hij 5 kilo of zo. Ja, volgens mij wel, ja. Hij is een grote jongen, grote vent. Dus ik ben benieuwd hoe het met de buurkat gaat. Want dat is ook een Cyperse, alleen dan een vrouwtje. Die is 2 jaar en die is echt een keer zo klein ook. Oh, nog even wat aanmoediging nodig. Dat is een hele sprong. Ja, dit is spannend. Dus hier zit hier natuurlijk heel veel. Maar met naar buiten gaan, ja, daar gaan we gewoon echt nog heel lang mee wachten hoor. Dat moet echt een maand of misschien wel langer. Moet het huis zo vertrouwd zijn. En dat moet je gewoon een hele kleine stapjes doen natuurlijk. Want dat is wel heel spannend. En we moeten hem ook goed bij de ramen in de badkamer zetten. Want boven heb je geen ramen naar achter toe. Nee, dat hij gewoon over alle hoeken van de tuin al een beetje leert kennen, zeg maar. Ja. Dat is het beste. Maar hij doet het heel goed. Sammy kwam in Nederland niet heel ver van huis, maar in Nederland zijn ook zoveel katten. En hier heeft hij maar rekening te houden met 2 katten, voor zover wij weten. Dus de buurkat die is wel dichtbij, dus we hopen dat het goed gaat. En dan hebben we nog 1 witte kater die al aan het begin van de weg loont. Dat is niet de meest leuke kater tegen Helga, onze buurkat. Dus we gaan zien hoe het gaat in de toekomst. Voorlopig even binnen. En ja, de tuin, daar kijken we straks even naar. Het lijkt toch echt alsof iemand onze appels van de grond heeft afgeraapt. Misschien is dat de buurvrouw geweest of de buurman. Maar we gaan straks even in de tuin kijken. Eerst gaan we eens even kijken wat we hier allemaal hebben. Want gisteravond zijn wij rond 10 uur aangekomen, 9:45. En ik heb het allemaal nog even onder de carport gedrukt. Om te voorkomen dat het helemaal nat zou worden. Ik heb de spanman even losgehaald. Om bovenop zit ons matras van het logeerbed. Ja, maar zoals ik al zei, we zijn dus alleen. Dus de klusjes die we doen, die doen we even om de beurt. Om gewoon Sammy even in de gaten te houden. Hij ligt lekker te slapen. Maar ja, ik ga het gewoon even sorteren. Want er ligt heel veel gereedschap bij. Maar er ligt ook spul dat naar binnen moet. Dus ik druk hem even hier een beetje in het licht. En dan gaan we even wat spul sorteren. Even kijken wat we allemaal zien en wat ik al zelf kan doen zonder dat het te zwaar wordt. De auto die is al grotendeels leeg. Stond niet heel veel in. Vooral Sammy's spullen en 2 kisten. We hadden hem dus behoorlijk goed ingepakt voor het weer. Heeft niet geregend. En het heeft wel geholpen natuurlijk voor het vocht. Maar het is goed blijven zitten. Zo. We zijn heel blij hoe alles blijven zitten is. En we hebben het echt behoorlijk mooi ingepakt, al zeg ik het zelf. Het is echt een puzzel, daar gaan we zo meteen meer van zien. De matras, dat is van het logeerbed. Ja, en die heeft dus ook al een jaar op zolder gestaan, dus die ga ik eens even onder de veranda zetten, denk ik. Ik kan eens even lekker lucht in de buitenlucht. Ja, en dan gaan we het beetje bij beetje uitpakken. Ik kom nou even op het idee om de hele kar leeg te halen op het zeil. Kan ik het daar sorteren? Ik weet niet of ik alles alleen kan tillen, maar goed, dan kunnen we dan het samen misschien naar binnen tillen. Maar dan kan ik het in ieder geval sorteren. En als het gaat regenen, gooi ik hetzelfde overheen, maar dat valt wel mee volgens mij. Ongelooflijk. Het lijkt wel een rommelmarkt, een tuinverkoop. Ik heb hem helemaal leeg, de auto is leeg, de aanhanger is leeg, alleen 2 dozen niet. Want als ik er nou in klim, dan kiept de aanhanger, dus dat is niet heel handig. Dus dat doe ik straks even, dat zijn gewoon 2 hele grote zware dozen nog. Maar voor de rest is dit het. Ik heb het allemaal even op het zeil gezet, dus ja, eens even laten zien wat we allemaal mee hebben genomen dan. Het is namelijk heel veel willekeurige troep. Loop er even gauw weer langs. Kattenspul natuurlijk, voerton, daar zit nog de lampenkap in, want we hebben daar in dat bubbeltjes plastic 2
twee lampen, staanlampen meegenomen. Ja, en deze kisten die blijken toch elke keer weer echt ideaal. Dit zijn van die kisten die wij in de camper hadden, achter in de garage. Ja, en die zijn zo fijn om dingen stevig te verpakken. Er zitten breekbare spullen in, fotolijsten, elektronica. Ja, dat kan je dus ook gewoon wel... Later kunnen we deze dus ook inderdaad gewoon gebruiken in de schuur. Want alles wat je in de schuur zet hierboven, ja, dat moet muisproef zijn. En dat doe je niet met een doos. Maar zo'n kist, dat kan je dus dingen wel in opbergen in de schuur. Dozen, keukenspul nog. Cosmetica, boeken, boekenkast leeg. Elektronica. Nou, dit is dus ons hoofdbord van ons bed dat boven staat. Hadden wij niet mee de vorige keer, omdat het gewoon niet paste. Het is best wel een groot ding. Groot bed en dit is nog een meter breed, maar hij kon al mee. Veel kleding in de grote weekendtassen. Kampeerspullen, want dat willen we een keer gaan doen. Alle slaapzakken, kampeeruitrusting, droomspullen. Spelletjes van vroeger. Ja, en dit is dus een beetje het gedeelte wat naar binnen moet. Zo had ik het een beetje gesorteerd. Want hier hebben we nog een bureaustoel. Elektrische dekentjes, want Annemiek is een koukleum. Ik gebruik het niet echt. Computerspullen. Nou, en hier ligt dus ons logeerbed. Ons logeerbed dat bij Annemiek haar huis wegkomt. Dat is gewoon een twijfelaar. Dus wel een mooi maatje voor een logeerbed. Niet te veel ruimte in ons huis. Maar wel een fatsoenlijk bed voor twee personen. En daar hebben we dus een matras bij dat ik al op de veranda heb gezet. En er zitten nog wat hoesen bij die hier liggen. Nou, dit zijn dus die staallampen. En dan hebben we een beetje het gedeelte dat dan binnen moet komen. Moeten we maar even kijken hoe we dat naar binnen gaan sjouwen. En dan hebben we hier dus alle spul dat in de garage komt. Heel blij mee dat we dit nog mee hebben kunnen nemen, want anders had het nooit gelukt. In het begin zeiden we van ja, dat doen we dan wel een keer als er een auto komt of als er iemand langskomt. Maar ja, dat gaat gewoon niet lukken met bepaalde dingen. Deze grasmaaier, motormaaier, heb ik van mijn oom gekregen. Super blij mee. Die is echt ook al 25 jaar oud. Net als de bosmaaier heb ik ook van mijn oom gekregen. En hij gebruikt het niet meer. Maar dit vind ik zo fijn om nog extra te hebben. Deze is veel netter dan degene die wij hebben. En die bewaar ik ook zo in die zin. Dat als de tuin netter is, dan kunnen we deze gaan gebruiken. Dus die gaan we even aanlopen. Dan een afkortzaag. Bouwstofzuiger. Nou, wat kratjes. Misschien wel handig voor de appels en zo. Van mijn ouders gekregen. En dit zijn buizen van een bladblazer. Want ik heb dus van mijn zus een bladblazer gekregen. Die het niet doet op dit moment. Die hebben hun een keer gekocht. En die deed het op een gegeven moment niet meer. En die is in de stal beland bij hun. Lag er al een tijdje. Ja, die moet gewoon helemaal nagelopen worden. Want hij start dus niet. Ik heb al gekeken, de motor zit niet vast. Er miste wat onderdeel, dus er miste hier een luchtfilter. Die heb ik al besteld. Dus die gaan we de komende tijd nalopen. Want zoals jullie straks wel gaan zien, is dat het blad al van de bomen begint te vallen. En we hebben nu een elektrische bladblazer. Alleen ja, dan moet je dus een verlengsnoer hebben tot voor in de tuin. En dat werkt prima voor dit jaar. Maar dit is dus een projectje wat ik dan wil proberen klaar te krijgen als het lukt. En anders moeten we een keer een andere hebben, want zo'n motorbladblazer, dat is eigenlijk wel onmisbaar in die zin als je het een beetje netjes wil opruimen. Zonder elektrische snoeren. Dat is niet heel makkelijk. We hebben geen stroom in de tuin nog. Dus. En dan hebben we nog wat eigen gereedschap. Wat bokken. Ja, dat was het wel. Heel veel lange spullen. Onderdelen. Een hangmat zie ik zelf nog liggen. De parasol. Wie kent hem nog? Laat even weten als je hem nog kent. Die heeft een grote rol gehad in onze dagelijkse vlog. Waar was het? Griekenland. En de hele grote Maui en Sons parasol. Ja, daar weten veel van jullie nog wel wat van, denk ik. Ontzettend blij mee dat we alles hier hebben. Nou, eens even overleggen hoe we dit het beste naar binnen gaan doen. Het is wel een beetje bolk, maar volgens mij gaat het niet regenen. Zo, dat was al het spul al dat naar binnen moest. Ja. Sammy ligt rustig te slapen, dus dan kan hij ook prima alleen zijn. Deur even dicht. Dus we konden dit even gauw naar binnen sjouwen. En dit is allemaal het grootste deel voor de schuur, denk ik. Oh ja, precies, die parasol en zo, die moet me gewoon ook naar binnen. Ja. Muizen blijft een probleem, denk ik, om hier op de schuur te stappen. Alleen, dit had ik nog niet verteld. Dit zijn kussens van een oude tuinset die we hadden. En dan kunnen we natuurlijk... Die tuinset die is overleden. Alleen, die kussens die kunnen we natuurlijk gebruiken voor een nieuwe tuinset een keer te maken. Die ik dan zelf kan bouwen. En ze waren mooi als opvulling voor in de kar. Ja, precies. Daar waren ze nu heel nuttig voor. Om alles te beschermen, om alles vast te zetten. Dus daar waren ze ideaal voor. Ja, en die mooie bank, ja, die kan misschien op een veranda komen een keer. Ja. Ook een leuk projectje voor later. Nog even het laatste spul uit. De aanhanger, dan kan Anna de aanhanger even beter houden. Ons aanhangertje, die heeft zich weer bewezen. Heel fijn, hè? Zijn eerste echte kilometer. Zijn eerste echte rit, inderdaad.
We hadden alles mooi ingepakt als een cadeautje met een heel nieuw zeil. Rondom, groot zeil eroverheen, spanbandjes. En dan is dat rek gewoon onmisbaar, anders had je ook echt niet zo hoog kunnen komen. Nee, met stapelen. We hebben een paar druppen gehad dan misschien, maar voor de rest... Ja, maar dan was het nooit stabiel geweest als je zo'n hoge toren maakt. Kijk, nu stond het gewoon tussen het hek. Ja. Dus voor het water had het niet heel veel uitgemaakt misschien. Oké. En dan het spul voor in de schuur, het gereedschap. Ja, het is hier al beperkt, dit hokje kennen jullie. Ja, er is gewoon niet heel veel ruimte. En het wordt ooit wel groter, maar voor nu moet ik dus echt even keuze maken wat hier komt. En wat in de schuur kan, boven, wat ik dus niet gebruik, maar wat wel onder een dak moet staan. Ja, die stellingen die kan ik beter indelen, dus er kunnen nog wel wat koffers bij. En we zijn inmiddels ook op het punt aangekomen dat de verf en... De spullen die niet tegen vorst kunnen of tegen kou ook maar naar binnen moeten bijna. Het is onder de 10 graden s'nachts al. Dus ja, dan moet je sommige dingen ook niet buiten hebben. Nu heb ik al mijn verf dat ik gebruik voor het huis natuurlijk al binnen. Maar er staan hier nog wat oude potten die ik wel wil bewaren bij, zo weet ik het. Benzine is nog niet echt een probleem. Maar ja, moeten we over na blijven denken. Spul zoals deze oude sherrycans, koffers, ja, kisten. Hout, dat hoeft natuurlijk niet allemaal in mijn klushokje. Dat kan aan deze kant in de schuur. Hier is boven namelijk nog een bak van ruimte. Waar we rommel bewaren en rommel dat weg moet. Of verkocht moet worden. Of bewaard moet worden. En daar past dit. Ja, past dat prima bij. Hier is natuurlijk ontzettend veel ruimte. Er ligt hier achter, volgens mij ooit een graanopslag geweest of hooi of zo bedoel ik. Er liggen nog een paar mooie houten planken. Dus tot hier kunnen wij mooi vol gebruiken. Hier komt de dakkoffer ook weer te liggen. En het gaat ook wel passen. En muis is natuurlijk wel een probleem. Waar je goed om moet denken in zulke huizen en schuren. Alleen die muizen, ja, die lopen voornamelijk over de grond. Dus ik denk dat het belangrijkste is dat je het van de grond afhoudt. Dus dozen zoals dit. Er zit gewoon wat is het, elektronica en heel veel kabels. Ja, dat vreten ze doorheen. En dozen überhaupt ook. Dus daar moet ik gewoon aan denken tot ik dat zeg maar een beetje in de stellingen zet. En wat niet zo belangrijk is, dat kan een beetje laag blijven. Dat is het idee, denk ik. En dan nog een kist vol met gereedschap. Losse spullen. Nou, hier bovenop liggen veel poetspullen. En ik had de eerste keer ook al een kist meegenomen. Die zit ook nog helemaal vol. Ben ik nog niet naartoe gekomen om helemaal uit te pakken. Ja, dat is dus wel even een dingetje dat ik meer losse stellingen moet hebben. Want dit zijn wel, ja, het zijn wel stellingen, maar het zijn zo ondiep dat je daar niet heel veel dingen in kwijt kan. Dus ik wil ergens nog een keer andere stellingen hebben. Waar ik al het losse spul in kwijt kan. Maar goed, dat was het spul. Dat was alles wat hier in de schuur kwam. En boven op het zoldertje staat het vol. Alles heeft een plekje, een beetje in het hoekje. Ja, deze tafel, daar ontkom ik niet aan. Die ben ik gewoon nodig voor de ramen. En die schuif je heel makkelijk heen en weer. Die ben ik gewoon nodig voor het schilderen. Dus die moet je even aan de kant schuiven soms. Maar het heeft allemaal een plekje. Stofzuiger, bladblazer, daar ga ik mee bezig binnenkort. Nou ja, zo moeten we het doen. Ook weer klaar. Kunnen we nu binnen verder. Als je nu denkt, wat heeft die jongen nou voor shirt aan? Een groot gat in mijn nek. Komt doordat ik even mijn goede shirt uit moest. En dit shirt bestemd voor de poetslappenbak, die lag naast me. Vandaar dat grote gat op mijn rug. Niet denken dat ik geen shirts meer heb. Inmiddels hebben wij de grootste zooi binnen opgeruimd. En Poes heeft de bovenverdieping verkend. En we hebben het stuk karton weggehaald. En nu is het zijn beurt om te kijken of hij genoeg durf in zich heeft om naar beneden te gaan. Kom Poes. De deuren zitten allemaal dicht beneden. Kom maar. Slot. Kom maar jongen. Hij ligt heerlijk te slapen de hele tijd op bed. Hij heeft helemaal niet per se de behoefte nog om van alles te doen. Nee. Moet ook op zijn eigen tijd natuurlijk. We gaan hem nergens heen tillen of zo. Nou ziet hij dat de trap bestaat. Hij is er ook gisteren via de trap omhoog gekomen natuurlijk. Maar... Ja, dat weet hij niet meer. Ja, dat ken je al. Anders loop jij eens naar beneden. Ja, nou is het gewoon belangrijk dat die deur altijd open blijft, zodat hij daarheen kan vluchten, want dat is een beetje zijn veilige plekje. Ja. Even kijken. Het is zo groot en open beneden. Ja.
Nou moet hij niet schrikken. Hij schrikt zelf wel. Hij schrikt zelf overal van. Wat is dat? Lamp. Zit hij naar die lamp te kijken? Oh, eerst nog even hier kijken. Ik heb ook allemaal weer nieuwe spulletjes. Hij waagt zich aan de treden. Daar is hij. Duurt eventjes. En nou moeten we hem niet laten schrikken, want dan race hij weer naar boven. Ja. Het is ook zo groot en open allemaal. Jongen. Zo mooi hoe zo'n beest alles ontdekt, elke centimeter zit hij te speuren. Nou, ik denk wel dat Sammy blij gaat zijn met de bank. Kan hij ook lekker op liggen. Heel veel vensterbanken en kleedjes. Jongen. Kom eens. Kom maar eens kijken. Hij moet natuurlijk alle donkere hoekjes eerst bekijken. Durft hij het aan, de keuken. Nou, het gaat redelijk vlot, vind ik. De keuken is hier al door. Ik had hem niet eens voorbij zien komen. De badkamer. Oh, dan kan hij bij de achterramen kijken. Ja, ik kan alle ramen mag ik bekijken als hij er aan toe is. Maar ik kan hem niet zo omhoog. Ja. Nou, gaat mooi vlot. Nou, dat was de laatste camera. Ja, het stookhok. Daar hoeft hij nou niet te komen. Het kost nog wel wat tijd om overal vertrouwen te hebben. Maar ja, er staat nu ook overal zoveel losse troep. Ja. Van het uitpakken en weet ik het allemaal. Dus het is nog een beetje gek. Ik denk dat hij zo wel naar boven rent. Maar dat was wel een succes, toch? Ja. Ik vind hem niet heel gestrest overkomen. Nee, hij doet het mooi op zijn eigen tempo. Maar het ging aardig vlot. Half uurtje en hij had alles wel bekeken. Ja. Fijn. Zeker. Gaan wij nog even opruimen. Inmiddels zijn wij nu alweer een paar dagen verder. Maar de vlog die duurde achteraf alweer veel langer dan dat we verwacht hadden. Veel te lang. Wel, volgens mij was hij nu bijna 1 uur en 10 minuten. Ja, dus we zijn de laatste tijd een beetje aan het zoeken van hoe we vlog op een knop kunnen houden. Want meerdere vlogs maken is niet altijd even makkelijk. Maar deze week hebben we de vlog weer in tweeën gehakt. Nu zie je deel 1 dus. En morgen, de zondag, zie je deel 2. Dus in het weekend hebben we 2 vlogs te zien. We dachten, dat is wel leuk. Leek ons leuker. Ja. Leek ons makkelijker ook voor ons en dan kijken we het ook wat makkelijker weg, denken we. Morgen zien jullie dus het vervolg van onze eerste paar dagen hier weer terug in Zweden. En met onze kat Sammy. We hopen in ieder geval dat jullie hebben genoten van deze vlog. En we zien jullie bij de volgende. Doei doei! Doei doei!